We hebben hier nog wat inzendingen gekregen voor. We zijn de deurkant nog met het screenen van de kandidaten voor The Voice of Holland. Volgende week hier de Wildcard Week. Ja. Waarin mensen op het laatste moment nog een kans maken om in het programma terecht te komen. Natuurlijk via de Wildcard Week. De coaches hebben nog wat kandidaten nodig. Kunnen nog 4 wildcards weggeven. En volgende week hebben we een selectie van mensen die nog gaan proberen om coaches te overtuigen om. Met het programma. We hebben hier verschillende inzendingen gekregen. Even eentje laten horen nog of niet? Ja, laat me komen hoor, zeg maar. Ik heb hier nog één. Dit is een A cappella stuk dit? Of is A cappella. Ja. En het is een cover, hoor ik, hè? Gewoon. Ja, precies. En nou van, moeten we maar gewoon even luisteren. Ja, even luisteren. Cover van ABBA is het. Ja. Gewoon, ja. Komt hier. Ja, ik zit te luisteren, ja. Goed van. Ja. Het is gewoon een vieze gorentroep. Er ligt altijd zo op de stoep. Die wie stinkende hondenpoep, hondenpoep. Iedere keer sta ik er weer in. Hondenpoep, yeah. Honden zijn lief, maar die poep stinkt zo. Hondenpoep, alles liever als die hondenpoep. Hondenpoep, krijg het nooit van mijn schoen af. Ho, 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 ho. Oh ja, ik heb... Nou, dit is, is een bloemlezing van wat daar binnenkomt. Ja. Nee, dat is we hebben iemand die stuurt ons de hele dag en de hele week al allerlei liedjes op die ze zelf maakt. Ook jingles voor programma's en voor DJ's hier, zeg maar. Hebben we nog een klein stukje van... Ik heb hier nog een parodie op Summer is Magic. Ja, wat wordt dat dan? Okay. Summer is Tragic. The Summer is Tragic wordt dat, ja. The summer is tragic, tragic, oh, the summer is tragic, the summer is tragic. Ja, is absoluut waar. Ik vind de Beatles vertaling vind ik ook wel. Ik weet niet of we die nog even erbij kunnen hebben, want het is toch wel even een meesterwerkje. Ja, wacht even, moet ik even. Er zijn zoveel inzendingen hier die we op een dag binnenkrijgen. Ja, nee, natuurlijk. Dus maar een moment, hè. Ik moet even een klein stukje doorspoelen. Ja. Ja, ja. Sorry, ja. Yesterday van de Beat. Gisteren. Nee, ik ben nog niks van gisteren. Vandaag en morgen is geen gisteren. Oh, gisteren. Is niet vandaag. Nee. Morgen. Morgen is het net als gisteren. Daarom is morgen geen gisteren. Ja, morgen is niet vandaag. Nu vandaag. Noemen ze morgen gisteren. Maar ik ben nog niet van gisteren. Oh ja, vandaag is gisteren. Het is Vroeg stembericht, hè? Ik weet niet, er heeft niemand gedrukt, ik weet niet. Dat vind ik ook dat we nog ze heeft ook voor je een jingle gemaakt. Ze heeft ook een jingle gemaakt, ja. Voor alle discjockeys, ook van Barry Paf, maar ook van mij ook. Wordt zeer gewaardeerd, wordt hartstikke leuk, dus daar komt hij. Komt de jingle, ja. Ja, wat ook. Hey. 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 Peter Koelewijn. Hey. Ja. Ja. Hey, wat mooi hè? Ik kan mijn naam niet vaak genoeg horen. En bedankt. Is het eigenlijk leuk als... Nee. Ik denk dat je vanavond even naar Barry moet luisteren, want we sturen je ook even naar Barry door. Want Barry heeft ook een aantal... Ze heeft voor Barry ook een aantal dingen opgenomen. Die is er maar druk mee, zeg. Hey. Ja. Nou goed, het is toch leuk dat talent dat allemaal hier dingen op heeft gestuurd. Ja, laten we wel wezen. Esmee Dentz is heel ontdekt zo, hè? Op YouTube. Het is natuurlijk een geweldige manier om... Om je te etaleren. Mooi woord. Ja, als je wilt etaleren, dan is het prima kanaal. 6 voor 9, dit is 5 jaar, de Lenny Kravitz.
nog, we hebben hier nog wat inzendingen gekregen. Dit was Erwina alias Pina Jones van PinaJones.com bij Edwin Evers op Radio 538. Wie had dat gedacht? Het programma dat er zijn mag, is toch echt wel van Inkel in de middag. Oké, okay. Ja. Ja, normaal gesproken moet je daar dik veel geld voor neerleggen natuurlijk. Maar dit is, ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op Paul Robin. Zullen we Pina Jones even bellen? Ja, laten we dat doen. Dat is wel een momentje hoor. Ik wil hem eigenlijk nog wel een keer horen, ja? Paul Robin. Zo opzet mooi. Paul Rabbering is de wink op 3FM. Pina? Ja? Met Koen en Sander. Dag Koen en Sander. Hallo. Hallo Pina. Hallo. Hi, Erwina Hoogendijk, hè? Ja, klopt. Maar Pina Jones is je internationale artiestennaam. Nou, ik wil niet meer bekend worden en die jingles die ik maak, eigenlijk meer hobby, want ik vind het niet echt zo geweldig zing. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, ja precies. Maar waarom dan eigenlijk? Omdat je het leuk vindt om te zingen of? Ik vind het leuk om die rijmpjes te maken en zo, slagzinnetjes en in jingles hoor je vaak dingen die rijmen en ja. Probeer ik iets leuks voor elkaar te krijgen. Nou, is mooi dat jij zo'n beetje voor de hele wereld al jingles hebt gemaakt. Ja, maar ja. Wij waren een beetje de dans ontschoten, hè? Ja, nou, ik laat...